Hallo, welkom bij Broodje Verf. Het is de vierde aflevering. Ik ben blij dat je kijkt. Martine, ik weet dat jij nu kan kijken deze keer. Hartstikke leuk dat je erbij bent. Ik heb het een en ander te laten zien natuurlijk. Ik ga aan het werk. Ik sta voor een hele moeilijke klus op het schilderij. Zal ik zo laten zien. En ik heb ook gezien dat verschillende mensen zich al op mijn YouTube-kanaal hebben geabonneerd de afgelopen 2 weken. Dat zijn Anita Schipper, Wim Hermans, Tobias Witkop of Kap, met dank aan mijn eigen handschrift, Astrid Meertens, Emma Jansen, Monique Lindenberg, Christine de Jong, Edwin van Wier en Arnold en Ineke van Huis. Leuk dat jullie dat hebben gedaan en ik hoop dat jullie veel plezier eraan zullen beleven en andere mensen zich ook abonneren. Dan heb je het allemaal bij elkaar, de filmpjes, en word je daarvoor met een belletje of zoiets gewaarschuwd als je dat abonnement neemt. Allemaal gratis natuurlijk, hè? Hartstikke leuk. Verder, qua zakelijke mededeling wil ik nog even kwijt dat ik, voordat ik het aan het eind van deze uitzending ga vergeten, aanstaande zondag 2 april zal ik live, en dan bedoel ik echt met live dat ik er ook fysiek ben, in Doesburg, bij de Kunstburg heet het. En dan is Doesburg in Gelderland, voorbij Arnhem, live schilderen en werken aan 1 of 2 portretten op basis van het boek wat ik heb gemaakt. Hè. Dat portret schilderen in olieverf, comma, de basis. En daar ben je van harte welkom om bij te zijn. Het is dus op zondag, maar de winkel en het cursuscentrum is open van 1 tot 5. En ik ben er ook om vragen te beantwoorden. Het is buitengewoon informeel, vermoed ik. En misschien wil je een handtekening in mijn boek of zo. Nou ja, je bent in ieder geval welkom. Het zijn leuke mensen. Nu wil ik aan de slag. Dus ik ga lopen met die camera. Moet ik hem eventjes loshalen, want hij plakt een beetje. Hopsakee, want anders schiet hij uit mijn handen. En dan ga ik de camera omdraaien. Het is altijd even goochelen. Ja, gaan we lopen. Hi Amanda. Hi Margriet. Ja, dat wordt allemaal verraden door... Door zo'n. Nou, ik heb geen ruimte voor op mijn tafel. Dus hier ligt mijn verf vandaag, gewoon op de grond. Kijk, oh, het is zo mooi. Ik ben helemaal gek op verf. Al die kleuren. Oké, nou, dat weten we wel. Prachtig weer. En nou, hier is het jongetje weer. Ik zal eens eventjes vertellen wat ik vorige week of in de tussentijd heb gedaan. Ik moet bekennen dat de kleuren die ik zie door de camera van zijn gezicht veel te geel zijn. In het echt is het wat, nou, wat natuurlijker, maar dat heeft te maken met zijn automatische camera-instellingen. Ik heb aan het gezicht gewerkt. Ik heb aan de handen gewerkt. Die waren vorige keer nog in een soort, ja, tweede onderfase. Ze zijn nu veel uitgewerkter. Misschien dat ik ze, nadat ik er nog een touch hier aan ga doen, weet ik nog even niet. Maar nu, het grote vreselijke probleem is het blokjeshemd. Kijk, ik heb het nu hier. Ik heb het van de moeder gekregen. En hier is het op de foto te zien. Nou, ga er maar aan staan. En ik ben er ook nog niet helemaal uit hoe ik het ga doen. Ik ben al begonnen daar straks. En je ziet hier wat lijnen. En hier een heel klein blokje. En nou, die lijnen, dat worden mijn hulplijnen. Ik heb het zo bedacht dat ik ga eigenlijk wat je hier ziet, die banen, die blokken, die ga ik er eerst maar eens in breedte opzetten en dan ga ik dat later invullen met de juiste kleuren. Je ziet dat bij zo'n plooi, dan ga ik een beetje met de plooi mee. Het is niet precies zoals op de foto. Het is ook niet precies zoals dat ding erbij hangt. Want dat hangt er een beetje eigenlijk alleen ter kleurreferentie bij. Dus er komt ook wel wat fantasie bij kijken. En ook heel veel wattenstokjes. Want voordat ik net startte heb ik al wat dus gedaan. En dan waren de stroken te breed en te smal. En nou ja, het zal een hele zoektocht worden. Maar ik ga jullie daar mee laten kijken hoe ik dat doe. En ik laat ook even zien wat ik op het palet heb liggen vandaag. Dat is, je ziet helemaal niet zoveel kleuren. Een zinkwit. Later ga ik wel, want die is een beetje transparanterig.
ga ik later wel de helderste witte vlekjes nog met titaanwit ophogen. Of hoger moet ik zeggen, niet ophogen. Ik heb twee hele mooie tubes rood. Die heb ik gekocht omdat ik ze zo mooi vond uitzien. Ja, reclame, maar het is van Oud-Holland. Schevenings rood donker, nou ja, waanzinnig. En Alazerine karmozijn lak extra. Nou, heel mooi en een mooie lampenzwart. En dan heb ik dat een beetje hier op het palet gedaan. Een beetje gel, een beetje liquin. Ik heb vanuit het zwart een... dat pakt hij nooit zo goed, hè, als hij nog op deze mode staat. Het is niet zo scherp. Ik heb wat zwart aangemaakt. Ik heb een soort grijs van dat wit met zwart en een beetje rood eraan gedaan, doorgedaan. Dat het niet grijs-grijs is, maar met een rood zweem. En nu ga ik de camera op de houder zetten. En een beetje inzoomen. Zo. En dat is altijd even een goocheltruc. Zo. Ik hoop dat het allemaal lukt. En dan ga ik ook voor jullie natuurlijk een beetje het dichterbij halen. Oké. Okay. Dat lukt nog wel. Maar jullie willen natuurlijk wel zien daar waar ik aan het werk ben. Dat is daar. En ik nog een beetje bijstellen. Zo. En dan hoop ik dat die camera... Nou, het lijkt... Goed, ik zal er af en toe toch met mijn hoofd voorduiken. Ik probeer eraan te denken. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Fijne penselen. Dat wil zeggen, ik heb slepertjes. Want ik moet veel lijnen trekken. Een sleper, het zijn allemaal synthetische slepers. Met vrij lange haren. En ook, ja, ik weet niet of dat een sleper heet. Hij heeft betrekkelijk lange haren, maar... Ja, wat spitser en wat stijver. Heel mooi, heel fijn penseeltje. Ik ga nu verder met waar ik net gebleven was, vlak voordat ik jullie ging welkom heten. Ik check nog even één keer de camera of je niet is weggezakt, want dat is anders zo jammer. Dus ik loop weer even uit beeld. Even kijken. Nou, dat ziet er goed uit. Oké. Okay. Los, ga ik los. Nou, we zullen zien. Ik ben bezig hier met die banen. Ik heb al enkele naar beneden gedaan. Ik ga eens even kijken of ik hier een dwarslijn kan doen. Dat is niet in het echt, is het niet rood. Maar dat is de kleur die het minst stoort op dat blouseje. En dan heb ik een beetje houvast. Zoals je ook al gezien hebt, heb ik voordat ik dat hele patroon erop zou gaan maken... De modellering, dus het licht donker en de plooien, eigenlijk al geschilderd. Ik vond het eigenlijk best wel een prima blouseje zo. Maar ja, die blokjes horen er natuurlijk wel op. Dus we doen het gewoon. Dan leer ik ook nog wat. Goed, oké. Okay. Die dwars ding. Met een soort rood. Nou, even kijken of hij een beetje vloeibaar genoeg is. Ik heb liquin, dat is me te stijf. Maar ik heb er wat echte terpentijn door gedaan, dus het ruikt hier ook echt heel lekker. Heel erg schilderschoolachtig. Nou, bril erbij op en ik ga eens even kijken. Ik denk dat ik de stok er even bij hou. Die baan heb ik en die eindigt ja, daar ongeveer. Nou, ik ga gewoon wat proberen. Soms is zo'n schilderstok ook helemaal niet handig hoor. Ja, ik praat een beetje nu in mezelf. Dat is eigenlijk ook niet zo interessant. Ik zeg dit zo hoog. En, nou, dit is de hoogte. En dan trek ik die door. Misschien zie je het amper, maar dat is ook eigenlijk wel goed. Beetje met zo'n bochtje mee. Hier zie ik ook een soort... Ja, een soort plooi zit daar, dus ik ga met die plooi mee. Mijn zelfgecreëerde plooi en deuk. Zie? Beetje omhoog en dan hops. Naar beneden. Ik ga daar het donkere in, dus ik maak hem ietsje donkerder daar. Ik kan een stokschaduw. Oh, dat is wel heel donker. Kijk. En... Even kijken.
Dan heb ik die balk en die balk. Die lopen. Hier heb ik ook een soort balk. Daar heb ik balken. Ja, ik ga eens eventjes hier nog wat van die blokjes invullen. Dat is ook leuk om te zien. En ook om te ontdekken of het werkt of niet. Want ja, dan heb ik wel een plan. Maar het zal ook moeten blijken of het goed uitpakt. Ja, ik zie een soort wit. En dat doe ik met een plat wit penseel. Past dat nog? Nee, dat past niet. Ik doe een fijnere. Toch met dat punt dingetje ga ik hier een fris wit hoekje erop zetten. Nou, dat is weliswaar zinkwit, dus het is niet zo heel dekkend. Pas als het schilderij veel verder is, dan ga ik kijken hoe helder de helderste plekjes in het schilderij moeten worden. En doe ik er misschien een beetje, wat ik al eerder zei, titaanwit op. Nou. Een mini blokje. Ik kan je me voorstellen, als ik zulke kleine blokjes moet schilderen, dat ik nog wel even bezig ben. Geduld is zitvlees. Is misschien wel mijn grootste talent. En dan dat mooie weer buiten. Kijken, er zit hier ook nog wat. Ook een beetje wit. Zo. En dan zit daar een soort verbinding tussen. Dat heb ik nog niet eerder gemaakt. Ja, die kleur. Hoe zou ik dat omschrijven? Als ja, vies roze of zoiets. Nou, ga eens even kijken of ik het kan maken. Nou, ik maak het even buiten beeld. Ik pak wat van mijn rood. En daar zit ook wel een beetje zwart doorheen. En ik doe er nu een beetje meer wit door. Dan krijg ik wel een soort roze. Nou, veel te fel. Het moet veel goorder, veel viezer. Dus ik doe er meer zwart door. Want anders ligt het te veel op. Nu gaat het lila-achtig worden, maar misschien is dat wel goed. Even kijken hoor, of dat een goede kleur erbij is. Ja, voor een roze. Nou, ik kan jullie nog net verblijden met een streepje, denk ik. Ik ga het gewoon proberen. Verf ietsje soepeler maken. Een beetje medium erdoor. En dan gaan we eens even een streepje, een verbinding maken. Tussen die witte en die. En dan met de bocht mee. Lekker, het zit al op mijn handen. Ik denk ook niet goed na. In het midden zit hij ook. Een beetje meer verf. Is deze dan te klein? Ja, deze is te klein. Kijk, zo leer je zo'n patroon ook kennen. En het is niet iets wat je met een liniaal helaas kan aftekenen, want dan zou ik minder problemen hebben. Maar het gaat ook om suggestie en uiteindelijk kom ik er wel. En ik moet altijd zo'n patroon een beetje doorkrijgen. Kijk, deze was niet goed. Nou, dat doen we gewoon zo. En dan die bovenste mag ook nog wel wat extra. Iets breder, heel smalletjes. Laten aansluiten. Ik heb me ook voorgenomen om te kijken of ik het patroon iets minder strak kan schilderen dan dat ik dat normaal doe. Dus dat normaal werk ik nogal schoon. Misschien dat ik het nu wat suggestiever gaan aanpakken. Maar dat is alleen nog maar een gedachte. Een gedachte vanuit praktischheid. Maar ook wel, het kan ook wel wat levendiger daardoor worden. Nou, ik ga kijken. Is die naar mijn zin?
En dan hier. To be continued, zeggen we dan maar. Ik zie aan de klok, die ik vergeten was voor te zetten, dat het tijd is. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt. En dat je tegen anderen zegt die dat ook leuk zouden vinden, kijk ook eens. En dat je je abonneert. Ja, ik weet het totaal niet of ik in beeld ben, maar nou ja, ik ga ervan uit dat het zo'n beetje klopt zo. Misschien kom je wel zondag langs bij de Kunstburg in Doesburg in Gelderland. En dan spreken we elkaar. Tot de volgende week. Bedankt, dag!